11-12-13, een bijzondere datum om te trouwen. Het echtpaar Jeninga van de Brink uit Oldeborne koos deze unieke datum voor de huwelijksvoltrekking in Grouw. Volgens plan wordt het jawoord precies om 16 seconden na 14:15 uitgesproken. Hierdoor ontstaat een mooie cijferreeks 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eline, Astrid van der Brink, dat is daarop jouw antwoord. Ja, dat beloof ik. Rekentiemen Jeninga, dat is niet anders. Ja, absoluut. Even zeker dat naar mij, heel leuk. Voor trouwambtenaar Leentje Kalsbeek uit Werga was dit huwelijk op een bijzonder tijdstip heel speciaal. Na 21 jaar en 450 huwelijksvoltrekkingen stopt mevrouw Kalsbeek als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, kortweg BABS. Met het beëindigen van de gemeente Bansterhim legt zij ook haar functie neer. Het eerste bruidspaar dat mevrouw Kalsbeek in de echt verbond trouwde op 3 juli 1992. Het huwelijk werd voltrokken in het raadhuis van de gemeente Bansterhim aan de Stationsweg in Grouw. In hetzelfde gebouw, nu in gebruik als notariskantoor, maar nog steeds trouwlocatie, voltrok zij ook haar laatste huwelijk. En namens de gemeente wonen wij dit bordje, ik geef een onlangje.